gaan weer wat geld uitgeven. R8, V10 plus zeker. We zijn 10.000 euro lichter samengedaan. We zijn onderweg naar... Oh, bijna een crash. Wat is de schade, Chris? De schade wil je niet weten. Wacht even, wat zien we daar? Een S8, 226.000 euro. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Welkom terug op het kanaal van Emre Drives. Mijn naam is Emre voor de nieuwe kijkers. Ja, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. We zijn onderweg naar Audi Pauw in Harderwijk. Ik ga er ook voor het eerst naartoe. En waarom gaan we daarheen? Deze auto, de RS6 natuurlijk, bekend. Mijn RS6 heeft even wat onderhoud nodig. Gaan weer wat geld uitgeven, deels en deels niet. En deels wordt het voor ons gedaan. Ondertussen worden we gebeld. En waarom gaan we naar Audi Harderwijk? Ga ik jullie ook vertellen. En ik ga jullie ook vertellen wat we daar zien, wat voor auto's daar staan. Allemaal leuk om te zien. Dus het wordt een dagje dealer bezoeken. Mijn auto gaat naar de dealer. Kijk en geniet mee. En nu de intro. Deze Audi, de RS6, toen ik hem kocht, precies in de week dat ik hem kocht, dus de eerste week van mei, werd bekend dat de RS6, de RS7, de S6, S7 en de S8 volgens mij, allemaal met dit blok, kregen een terugroepactie. En om precies te zijn, gaat die terugroepactie, dat is geen kleine terugroepactie. Het bleek een kwaal te zijn van deze RS6, van dit type motor, dat de oliezeef, dat zijn van die kleine soort filtertjes die de olie dus filteren, de olie die naar de turbo's gaan, soort van filteren, dat die verstopt of gescheurd kunnen raken, maar ik dacht eerder verstopt, ik weet het niet zeker, maar goed, daar zat dus een fabrieksfoutje in. Dat is natuurlijk fijn, ik heb even wat onderzoek gedaan, dat scheelt me even 2000 euro, want het is wel een klein onderdeeltje, een goedkoop onderdeeltje, maar de hele bovenkant van de motor moet, je moet aardig wat dingen loshalen om daar te komen. Dus dat gaan we doen. Preventief, samen met die terugroepactie, laat ik ook de karterventilatie en de olieafscheider, die laten we ook meteen meenemen. Want RS6 eigenaren hebben mij geadviseerd dat je dat beter meteen kan laten meenemen nu dat blok toch open is, soort van. Wat gaan we nog meer doen? Ja, ik heb een kleine foutmelding in mijn motor, dat is de oliedrukregelklep of olieklepdrukregelaar, oliedrukregelklep. Dat is een simpele fix, dat gaan ze ook meteen fixen. Daar heb ik ze ook de opdracht gegeven om dat ook meteen te fixen. Verder wordt die auto helemaal uitgelezen, weer op en top gefixt helemaal. Hij krijgt ook, als het goed is, door die terugroepactie nieuwe olie, verse olie. Waarom ga ik dan naar Harderwijk en niet naar Audi Amsterdam? Omdat ik heb begrepen dat bij de Audi Harderwijk, dat zijn echte, dat is gewoon echte RS dealer, RS, dus Audi Sport dealer. Uit verhalen heb gehoord dat die dealer een van de beste Audi dealers in Nederland is. Maar ik weet niet of dat zo is. En laat dat weten in de reacties als je daar meer ervaring over hebt. Wat denken jullie? Welke Audi dealer is het beste in Nederland? Laat het vooral weten in de reacties. Ik zie jullie straks bij Audi dealer in Harderwijk. En dan laat ik jullie ook even de auto's die daar staan, laat ik jullie ook zien. Daar staan ook wat auto's te koop. Altijd leuk. En we krijgen een vervangende auto mee. Ik weet niet precies wat voor auto ik meekrijg. Als het goed is krijg ik ook weer Audi weer terug om weer terug naar huis te rijden. Dus dat scheelt ook wel even. En ben jij nog niet geabonneerd, dan zou ik het erg waarderen als jullie zouden abonneren. En dankzij jullie support kan ik weer heel veel leuke filmpjes maken voor jullie. Dus like en abonneer deze video en reageer op deze video. Wat jij van deze video's en wat jij van mijn video's over het algemeen vindt. En wat je van deze auto vindt. En dan zie ik jullie straks. Ik ben ook pas achtergekomen dat deze auto gewoon Apple CarPlay heeft. Dat is wel grappig en ook handig. Flitsmeister kan wel nuttig zijn. Pauw Harderwijk, waar is Audi? Ja jongens, dit is verkeerde Pauw. We moeten de andere hebben. Helemaal verkeerd gekomen. Nou, we gaan naar een andere Pauw. Pauw Harderwijk. We zijn 5 kilometer verkeerd gereden. Want per ongeluk naar andere Pauw dealer gereden. Pauw Harderwijk, ik dacht dat er maar één was. Maar we zijn er over een minuut. A few moments later. Daarom zijn we hier, helemaal van Amsterdam. Audi RS. RS toch? Ik
kijken waar we moeten zijn. Audi. Oké, jongens, we gaan naar binnen. Ha, heel veel leuke RS'jes. More moments later. Luchtfilter van de motor gaan we vervangen. We gaan de olieweging starten. We gaan die storing op je oliedruk bekijken. Ja. We gaan de olieafscheiden mee vervangen. Onderdeel betaalt u zelf. Ja. En de terugopactie is voor u kosteloos. En je krijgt een vervangende auto. We gaan de wasservice doen. Dat is met de hand wassen. Met de hand. Via een poetsbedrijf. En dat doen jullie alleen? Laten wij extern doen. Oké, voor RS-klanten? Voor RS, RS6, R8, R4, RS7, okay. Ja, voor RS. Wat goed, man, wat goed. Bij Joris moet je wezen als je een Audi RS hebt, jongens. Dank jullie wel. Ik laat jullie straks een gedeelte van de showroom zien en wat buiten staat. We hebben voor de RS3 staan, in de verse uitvoering en de GT. Ja. En buiten, onder het luifel, onder het podium, daar staan de RS'en die we te koop hebben staan. Ja, jongens, mocht je een kleine hebben, altijd leuk. Leuke accessoires. Zaklamp. Nog een modelauto's hier. Oké, laten we kijken wat ze in de showroom hebben. Hier een Audi A5. Oh, daar staat de nieuwste RS3. Die kennen jullie al. Of twee zelfs. Zijn ze te koop? Direct rijden. Oké. Nou, nieuwe auto's zijn toch lastig te leveren, heb ik begrepen of niet? Goed te doen, ja. Kijken, wat kost deze? 112, nieuw. Zijn wel duur hoor. Maar goed, dat komt zeker door BPM een beetje. Ja, maar dat is ook jong gedraaid, hè. Twee stuks nu, 1,97, 1,99. Staan buiten zeker. Ik ga even kijken. R8, V10 Plus zeker. Oh, leuk man, dat carbon. Neem jullie mee, jongens. Dit is de facelift, dat zie je aan de velgen. Keramische remmen. Ja, man. Kijken, wat kost deze? 180.000 euro. Dit slaan we over. Nee, maar dit is ook super ziek om te zien, dit. De GT, jongen. RS e-tron GT. Dat is eigenlijk een beetje de Porsche Taycan. 160.000 euro. Wat is dit? Audi S3. 60.000 euro, 40.000 gelopen. Wat is dit dan? Oh, dit is wel iets voor jou. RS6 rood. 193.000 euro, 5.000 kilometer. Nog zo goed als nieuw. Rood is ook wel dik, hè? Laten we zo kijken, wat is dat? RSQ8. Deze blijven duur. 210.000 euro. 25.000 kilometers met carbon. Daarom is deze sowieso iets duurder. En keramische remmen. Goed interieurtje wel. Met die stiksel zo. Laten we kijken wat ze daar nog meer hebben. Leuk man. Leuke RS'jes. Hier staan nog wat auto's, occasions. Daar zijn RS3. Dan weet ik niet of dat voor een klant is of waarschijnlijk in onderhoud. Ja jongens, de reden dus waarom ik heb gekozen voor Audi Pau, jullie zien het. Dit is geen reclame of zo. En dit is ook geen... ook niks tegen Audi Amsterdam of zo. Maar hier voel ik me gewoon... Voel ik dat ze meer tijd voor me hebben. En het was ook zo. Dus hun konden ook sneller... mij sneller helpen. Audi Amsterdam is toch nog wat groter dealer. Dus ze hebben het wat drukker. En dit is echt een Audi sportvestiging. Dus een Audi sportdealer. Heel veel ervaring met RS hebben. Je hebt Audi dealers en je hebt Audi sportdealers. Begrijp ik dat goed? Dus niet elke Audi dealer is een Audi sportdealer ook. Net zoals hoe BMW heb je dan ook M. En een Mercedes heb je ook AMG dealers. Wat maakt dat nog wel uit? Of jullie gewoon speciale RS monteurs, RS verkopers? Juist. Nou, je ziet het ook aan onze kleding van onze service managers en service adviseurs. Ja. Het is allemaal Audi sport minded. Ja. En wij mogen de RS en S modellen mogen wij R8 op de kop zien staan. Ja, 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 ik zie het. Die mogen wij voeren en nieuw leveren. En we hebben de juiste kanalen om zo jong gebruik te krijgen. Ik ben hier voor mijn RS6. Voor de terugroepactie. Oké, je hebt een nieuwe auto. Ja. Okay. Ja, ik heb weer een nieuwe auto inderdaad. Ja, deze heb ik nu al 2 maanden. Wat vind je van de RS6? Ja, super. Dit is ook mooi natuurlijk. Maar ik vind rood wel gedurfd. Ja, is het ook. Ja? Heb je veel vraag naar die rode? Nee, het is een hele specifieke auto. Ja, ja. Ik heb zoiets van, joh, als je zo'n auto koopt. Ja, mag je ook wel. Dan mag die best wel blinken. Ja, tuurlijk. Ja, gelijk heb je. Want ik heb zwart-zwart, dat valt niet zo echt op. Nee, ook daar krijgen we er over 3-4 weken weer eentje van binnen.
Ook een C7? Ja. Ja. Deze komt ook hier vandaan als het goed is. Dit is een origineel Nederlands RS6. Oké. Okay. Pauw geleverd als het goed is. Toen was het geen Pauw. Kan je dat zien in het systeem? Ja, kan ik zien. Ja? Even kijken, jongens. Ik ben benieuwd. Ik moet wel weten waar mijn auto vandaan komt. Die Audi RS6 is hier gekocht. Verkocht, ja. Ik heb even om je auto heen gelopen. Ja. Ik zie wel dat je wat kleine beschadigingen hebt aan je velgen. Voor. Ja, links. En op de dorpels wat krasjes. Ja. En je spiegelkappers zijn anders. Ja, er zit een folie overheen. Zit folie overheen, maar rechtsvoor laat het los, zag ik. Ja, oké. Okay. Dus dan, ik zag verder geen schade. Nee, dat is goed. Dat hebben jullie samen met hem doorgelopen. Ja, heb ik met ik wil dat wel even zien. Ja, tuurlijk. Hey, had je nog vragen? Nee, ik doe mijn auto even leegmaken en dan gaan we naar huis. Als ik wat voor Top. Je kan betekenen hoor. Dankjewel Joris. Yes. Je bent echt super geholpen tot zover. Ja, we zien hier ook een leger groene Audi A5. Nieuw. Ja, dit is gewoon een normale. Tegenwoordig staan ze niet bij wat voor motor dit is. Dit is waarschijnlijk een hybride. 40 TFSI. 67.000 euro. Jongens, ze hebben hier twee nieuwe RS3 en twee een occasion. Dus gewoon vier RS3's, gewoon nieuw. Oké, we gaan de auto's even nu... Wacht even, wat zien we daar? Een S8, de nieuwste. Zo, hier wil ik wel even in zitten. Ah, wat een interieur, man. Super dik. S8, super zacht stoelen, Alcantara, leer, mooi. Wat kost deze? Kijken wat die kost. Mooi kleurtje, waarschijnlijk Daytona grijs. S8 Limo, 571 pk, inderdaad Daytona grijs, ik had het goed. 226.000 euro. I'll have to ask my accountant about that. Maar dit rijdt wel hoor. Super comfortabel, mooi man. Nou jongens. Dat is een mooie vervangende auto. Nieuwste A5. Ik dacht dat je me de A1 zou geven, Joris. Dit is leuker toch? Ja, top, dankjewel. Is beter dan een A1 hè? Ja man. Ja jongens, de komende paar dagen rijden we rond in deze Audi A5 S-Line. Blijft mooi zo'n facelift A5. Digital dash, natuurlijk een veel groter schermen. Veel groter scherm dan de normale A5, A4 natuurlijk. En dit is wel geinig ook natuurlijk, touch. Ja, nu terug naar Amsterdam. Ik zie jullie over 2 dagen jongens, wanneer ik de auto kom ophalen. 1 week later. Oké jongens, we zijn een paar dagen verder om precies te zijn. Een week, het is maandag 18 juli. Oh, bijna een crash. Ik heb mijn auto wel gemist. Deze Audi A5 komt niet vooruit, man. Ik moet het gaspedaal helemaal diep indrukken. Wil die vooruit komen? Ik heb hem gemist. Er is een hoop gedaan aan mijn auto. Natuurlijk de grote terugroepactie met de oliezeef. En die oliedrukklepregelmelding ofzo. Die oliedrukregelaar. Dat is een onderdeeltje. Gaf een foutmelding aan, die moest vervangen worden. Ik merkte ook voor de rest niks in het rijden of ik had geen foutmelding of zo, storing. Maar die moest toch vervangen worden vanwege die foutmelding, want ja, hij werkte niet meer zoals die moest werken. En dat onderdeeltje zelf kost maar 67 euro. Probleem is arbeid, want je komt er heel moeilijk bij, zeggen ze, of dat zeiden ze. En daardoor was er ongeveer 10 uur aan arbeid of zo nodig. Ja, reken maar uit. Volgens mij de Audi werkplaats, wat het kost per uur, is dat iets van om en nabij bijna 180 euro of zo per uur. Dat was een duur geintje. 2000 euro of zo kostte dat. Ik heb uiteindelijk wel wat korting gekregen, maar ja, heel veel was het ook niet echt. Dat moet ik wel betalen. De terugroepactie hoef ik niet te betalen. Ik laat jullie wat foto's zien. Maar als het goed is, zien we er helemaal af. En weer uitgelijnd en al en schoongemaakt en dat soort dingen. Mijn remblokken zijn op, die ga ik ook vervangen binnenkort. Bij de dealer kost het iets van 1400 euro. Alleen de remblokken voor. 1400 euro. Dat ga ik ergens anders doen. Want ja, de beurtjes en de olie en dat soort dingen laat ik altijd bij de dealer doen. Maar ja, remblokken en banden, ja, dat laat ik altijd elders doen. Wel gewoon originele onderdelen, dat sowieso. We zijn nu onderweg naar Mercedes Gomez Zaandam
Waarom, denken jullie? Ja, ik heb een vriend, Huseva, die zit dus naast me. Hij heeft zelf een E63S Edition 1. En van hem zijn de spiegels gestolen afgelopen week. Twee spiegels toch, doorgeknipt. Ik laat wat foto's zien hier. En ook wat beelden ook van die man die hem knipt. Heb je nog die garantie kunnen regelen? Ja, oké. Okay. Hij heeft ook gevraagd om 2-3 jaar extra verlengde garantie. Wilde hij ook bijkopen. Op zich heel slim en heel goede investering. Garantie is altijd een goede investering. Vooral een dealergarantie. Dus als je dat voor elkaar krijgt, moet je dat doen, man. Zo lang mogelijk het liefst. Het is nu 4 uur. 5 uur moet ik in Harderwijk zijn. We zijn nu in Zaandam. Dat redden we niet helemaal. Maar goed, we gaan gewoon gas geven en kijken hoe ver we komen. Hoe snel we daar komen. Dus ik zie jullie straks bij de Mercedes dealer. Hij gaat ongeveer iets van 4.500 euro voor de spiegels betalen. En iets van 1.000 euro voor de beurt. Dus iets van 6.000 euro is hij straks lichter. En verzekering betaalt niet, toch? Waarom betaalt de verzekering ook niet? Omdat de alarm niet afging. Verzekering zegt, op de beelden zien wij niet dat de alarm is afgegaan. Dus die beelden zou je denken is bewijsmateriaal, maar het wordt nu gewoon als het wordt nu tegen je gebruikt. Omdat die alarm niet is afgegaan. Maar ja, ik kan geen alarm verzinnen. Ik ken geen alarm waarbij je alarm afgaat als je spiegels aanraakt. We zijn bij de dealer. Ik draai de camera even om. Yes, we zijn er. Volgens mij zie ik hem al daar staan. Yes, daar staat hij hoor. Voor 2 jaar zit je aan 2200, dus met die inspectiemijs zie ik ze maar 2300. Ja, warm hè? Ja. Ik zou het gewoon even elkaar maken. Ja, ik zou het wel nemen, man, garantie. Ja toch? Kan maar 2 jaar, niet 3 jaar. 2 jaar. Ja, goede investering hoor. De beurt is allemaal niks voor elkaar en de spiegels zitten er ook weer op. Wat is de schade, Chris? Ja, de schade wil je niet weten. Nou, we zijn benieuwd. Spiegels. Waar staat het? 4300. Ja. 4300, lekker. Ik heb van het beurtje weer mee. Ja, dat hoort erbij. Remblokken voor. 1250 met remblokken voor. Vet man, nu heb je gewoon 2 jaar garantie houden. Bijna. Nog niet, hè? Nog niet. Bijna. Pas op met burn-outje straks. Dat was hem? Ja, dat goed. Ja, dat is een stalle, hè? Ja. Chris, bedankt. Ik zie je weer. Ja, dankjewel. Bedankt. Jongens, ik laat jullie even snel de auto zien. Waren die spiegels glanszwart? Die auto zelf is mat. Natuurlijk AMG, jullie weten. Onze favoriet is mat op een AMG. Edition 1. En deze heeft nog maar 50.000 kilometer gelopen. Alle opties bijna. Eindelijk heb je weer spiegels. Mooi man. Hier zie je ook bewijs van je beurtje. Heel goed man. Mooi man, mooi ding. Yes. Zo'n groot schermpje is toch wel fijn hoor, maar dit is ook heel erg fijn dit. Dat je gewoon je navigatiesysteem zo voor je. Ja, dat is wel vet. De E63 rijdt achter ons. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ben blij voor hem dat hij de 2 jaar garantie erbij heeft kunnen kopen. Verlengde garantie, origineel bij de dealer. Dus dat was iets van 2200 euro of zo. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren en je hebt de garantie al terugverdiend natuurlijk. Dus en die auto staat wel op 50.000 kilometer, maar ja, nog kan het fout gaan. Ja jongens, het is ook niet normaal warm houden. Ik ben er wel blij mee natuurlijk. Dat de temperaturen, veel mensen zeuren de hele tijd, maar ik vind het geweldig. Wie vindt het nou niet te warm? Dit, dat is te warm, is het niet goed. Is het te koud, is het niet goed. Het is nooit goed. 34,5 graden. We zijn er bijna. Zo mooi toch, die kaart zo. Kaart voor je neus. Ja man, we zijn er bijna. Gaaf hè, die vrachtwagen zo met die digitale zijspiegel, die camera. Super vet. Nou jongens, we zijn er en kijk eens wat voor monster daar staat, jongen. Oei. Ik kan niet geloven dat hij van mij is. Oké, we gaan nu naar binnen. Even mijn troep weggooien zo. Ik zie jullie straks. Ja, Joris, je bent boos op me, hè? Zeker. En een beetje laat. Ja. Is die auto van mij? Wauw. Ziet er goed uit. De sleutel. Dag, Joris. Hey man. Hoi. Dus dat ik hem daar binnen gezet, dat je ja. Bloed heet in de auto stopt. Sorry dat ik, top man. Dus, ik kan niet geloven dat hij van mij is. Zo mooi. Oké, wat is er allemaal gedaan? Ik wil het een en ander laten
laten zien. Je mag alles vertellen, de kijkers mogen alles weten. Kijk, dit is voor en na het uitlijnrapport. Dit is je wielvlucht, je sporing en je maximum wieluitslag. Dit is wieluitslag, dat ziet er rood uit, maar dat is niet negatief. Okay. Het was, je wielvlucht kregen wij niet goed. Dat is hoe je wiel op de weg staat. Ja. Die hebben we nu wel goed. Okay. En ik kan je dus laten zien dat de eerste keer dat ik je belde, en ik hou van transparantie en eerlijkheid daarin, zeg maar. Ik heb ze ook doorgestreept, we kregen hem niet goed. Ja. Hij was veel rooier ook. Ja. En dat kwam, je ziet dat het meer dan 1, kijk, dit is 0,3. Ja. 1,3. Dit is 2,5, dit was niet goed. Maar er zat de sensor niet goed. Maar dat kwam... Ja. Er kwamen sensoren op de wielen. Die sensoren van je ding was niet goed? Van de uitlijnbrug. Van de uitlijnbrug zat niet goed, oké, top. Nou, dan gaat er een heel groot deel naar garantie. Ja. Laat me even je uitleggen hoe ik het heb opgebouwd. Hier staat dat je wel even de banden moet vervangen. Ja. Vooral linksvoor. Remblokken hebben we beoordeeld, heb ik je... Ja. Ook laten zien dat die vervangen moet worden. En het olieverbruik zou ik pas herbeoordelen na het vervangen van die olieafscheider. Juist. We hebben luchtfiltermotor gedaan, 50% korting op je factuur gezet. Ja. Olieafscheider is 223,74 extra btw. Ja. Dit is de arbeid, wat we hebben gedaan. Ja. Interactieve functie is het coderen met de computer en het afstellen. Ja. Nou, die klep die is vervangen. Ik heb je laten zien op de video waar die helemaal weggebouwd zit. Achter je linker voorwiel, achter je airco-pomp. En dat heet een compressor, die is dus ook weggebouwd en daar zat 6,5 uur voor. Daar zat de meeste tijd in, 6,5 uur zit daarvoor inderdaad. Dit is de klep zelf. Ja. De huurauto heb ik op 5 dagen gehouden, omdat het uitlijnen tegen zat, hoef je de weekend en vandaag niet te betalen. Ja. Je hebt 4 jaar garantie op deze herstelwerkzaamheden. 4 jaar. Dat is een rekening van 2000. Ja. Ja, prima toch? 242 euro. Zo hé, jongen. Jij betaalt vandaag 8000 euro bij de dealer, ik 2. We zijn 10.000 euro lichter samen vandaag. Ja, nou jongens, waar gaan we dan? Hij doet het. 2000 euro lichter. Ja, die oliedrukklep, toen ik hem kocht, ik wist dat hij erop zat. Ik had hem uitgelezen natuurlijk. En ik dacht persoonlijk, het zal wel iets van 500-600 euro zijn. En op zich, die klep zelf was niet zo duur, toch? Ja, die is 60 euro of zo. Moet even kijken. Kijk, die olieafscheider is 200, die klep die is 70. Ja. 70 euro ex BTW, die klep zelf. Maar het is zoveel arbeid, dus dat was even een kleine tegenvaller. 12 uur. Maar ja, dat is even niet anders. Ja, jongens, ik heb hem gemist, houden. Ik heb hem echt gemist, hoor. Je hebt ook een mooie auto. Ja? En je hebt hem laten reinigen? Laat hem binnenbuiten schoonmaken. Ziet er goed uit. Kijk, ik zal hem even die eruit halen. Dus hij is schoongemaakt. Jullie zien de service. Dat is onze gratis service inderdaad, die betaal jij niet. En dan komt die zwart-paarse kleur ook mooi in. Ja, hè? Zwart-paars. Wat vind je van die kleur, die pand zwart? Ja, mooi. Mooi, hè? Ja, zeker. Zo, een rondje lopen. Wel warm rijden. Ja, tuurlijk, altijd. Altijd. Ja. Je ziet dat hij staat strak bij. Zeker, het ziet er weer schoon uit. Dus je mag hem naar buiten rijden. Ja. Dat is het mooiste moment. Dan moet je maar eens even filmen eigenlijk. Ja. Jij hebt sleutel. Ja, jij mag filmen hier. Kijk, hij filmt nog steeds. Ja. Goed voor jou. Top, dankjewel. Dank voor je komst. Ja, zeker. Bedankt Joris. Ik hoop dat je tevreden bent. Top dealer, jongens. Ik ga zo naar huis. Als een Audi hebben, jongens, kom gerust langs. Dit is de dealer waar je bijvoorbeeld ook je terugroepactie gerust kan laten uitvoeren door de RS-specialisten van Power Drive. Iedereen is welkom. Ik zie je straks. Nou jongens, we zijn weer terug in Amsterdam. De auto rijdt perfect. Net zoals ik hem heb afgeleverd. Sterker nog, iets beter, want hij is goed uitgeluid nu. Zoals jullie hebben gehoord, ik krijg 4 nieuwe banden binnenkort. Of ik moet 4 nieuwe banden krijgen. En nieuwe remblokjes voor. Ga ik allemaal regelen. Like deze video als je hem leuk vond. Abonneer op het kanaal als je nog niet bent geabonneerd. En om niks te missen en mij te volgen. De auto te volgen. Mijn motor te volgen. Mijn hele verhaal. En zo nu en dan leuke gasten op mijn kanaal. Emre Drives. Like en abonneer. Dus mensen, wordt gewaardeerd. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer.